زين فوركرستم من ترابس فوركرستم بأكثرية الأصوات أصوات I think أكثرية الأصوات een fout gemaakt de vorige keer, want we kunnen ook 15 en 16 maart gaan stemmen. Oeh, een fout. مرحبا جميعا. عم نقول نحن ماريسكا عم تخبرني انه هي عملت خطأ المرة الماضية بالفيلم اللي خبرناكم عنه مع كيرسن. حكينا نحن انه التصويت هو ب 17/3 ولكن هو التصويت هاي السنة رح يكون مختلف شوي فرح يكون فيه ب 15/16 و 17/3. Maar dan zijn er veel minder stembureaus open. Op 15 en 16? Ja. Mm-hmm. En het is eigenlijk alleen maar bedoeld voor kwetsbare mensen. Oké. Fahamt. Jullie hebben het gevoel dat het 16 jaar is. En ook mogelijk het taswit. Maar de marakes het taswit is akkel bekeer dan 17 jaar. Het is 17 jaar. Alle marakes zijn mevtoeha bij Hollanda. En 15 en 16 zijn ze bepaald voor de kbar in de omar. Of de alam die risicogroep. Toch? Ja, kwetsbare of risicogroep. Ja, ja. Ik heb geen woord voor in het Arabisch, eerlijk gezegd. Nee, kwetsbaar, ja. Murda. El marda, ja, kan ook. Ja, kan ook. Ja. Of el marda, of el tabanin, of el... Yani, li andal hale sahiyya sabr. Ja. Oh, je werd al even geholpen met je Arabische vertaling. Ja, heel Want goed. Want ik zat op de lijst van D66 te kijken. En daar vond ik Hind Dekker, Abdulaziz. Hallo Hind. Welkom. Hallo, goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Ja, dankjewel. Want jij bent dus raadslid voor D66, maar je wilt nu ook de Kamer in. Begrijp? Klopt. Ja, klopt. Ik ben sinds 2018 in de gemeenteraad van Utrecht gekomen met voorkeurstemmen. Ik stond net te laag op de lijst, dus het heeft degelijk wel zin. Ik doe daar ik voer daar het woord over wonen, over Leidse Rijn, dat is een Phoenixwijk in Utrecht, en over digitale zaken. Zo, فعم تقلنا هين ده هي بسنة 2018 طبعاً انضمت لبلدية Utrecht. وإجاها تصويت أصوات كتير حتى هي وصلت لأنه تكون ممثلة للحزب دي 66 طبعاً بأوتريخ هي كانت تحت شوي باللائحة وبسبب الأصوات ارتفع اسمها فهذا الشيء كتير منيح حتى تعرفوا يعني أهمية التصويت بهذا البلد واشتغلت هند بأكتر شيء بتشتغل بأوتريخ هي بتتحدث بأمور السكن البونة wat dan ook nou, wonen en wat zijn er goed? Leidse Rijn, ja, dat is een wijk. Nee, in Leidse Rijn, ja. Een nieuwbouwwijk. Ja, ja. Ja, maar je hebt bij Hei Leidse Rijn, hoe je echt lacht, ja, dus die daar in Medina Utrecht. Ja. En ja, je hebt een hele mooie naam. Bij Hint moet ik al denken aan een hele mooie zangeres. Oh? Ja. Oh, ja. Ja. Ja, dat klopt. Maar ik ben veel ouder dan Hint. Oh, ik was er eerst. Ja, Abdulaziz, wat is dat voor mooie achternaam? Hoe kom je daar aan? Nou, ik ben geboren en getogen in Irak, in Bagdad. Abdulaziz is eigenlijk de naam van mijn... even kijken hoor... van de opa van mijn vader, want in Irak heb je dan altijd je naam, je voornaam, de voornaam van je vader en de naam van je opa. En die hebben we toen we naar Nederland zijn gekomen, gekozen als achternaam. Het is een Irakese achternaam, maar het is eigenlijk een heel algemeen Arabische naam. Ja, het is veel Arabisch. Ja, het kan ook als voornaam zijn, maar het is een achternaam deze keer. En ik ben getrouwd met een Nederlandse man. Uit Drenthe, vandaar Dekker. Dus mooie rond. Ja, inderdaad. Aan het einde van hen, waliede Irak, waliede Bagdad, عاشت هناك وتربت فترة. وأخذت اسمها طبعاً مثلاً نحن عن كنيتها عبد العزيز اللي هي طبعاً أكيد ممكن هي هولندية ولكن نحن فينا يمكن تكون أي من أي بلد بالوطن العربي ما أنه هو كلمة عبد العزيز هي موجودة بسوريا أو بالعراق أو بالسعودية أو ممكن تكون بأي بلد آخر عربي. فهي عم تقلنا انه هي مواليد العراق وهي متزوجة طبعا هي اسمها هند دكر عبد العزيز فدكر جاية طبعا من كينيا زوجها الهولندي اللي هو اصلا من شمال هولندا من مقاطعة درنتا. En hoe ben je zo bij D66 gekomen? Nou, ik heb altijd D66 gestemd. Nou ja, bijna altijd volgens mij. En nou ja, opgegroeid in een dictatuur als Irak, zeg maar, vind ik vrijheid heel belangrijk.
Mm-hmm. En waarom ik dus D66 ook belangrijk vind, is omdat ze vrijheid en de democratische rechtsstaat, dus de democratie, hoe wij die nu kennen, in Nederland, die heel erg hoog in de prioriteitenlijst hebben. Daarnaast, naast dus vrijheid, hebben wij ook de basisvoorwaarden. Want hoe vrij kan je nou zijn als je dus geen huis hebt, bijvoorbeeld, of geen kinderopvang? En dan ben ik ook gewoon extra blij dat wij deze keer in ons programma ook gratis kinderopvang en een vergoeding hebben als een basisvergoeding voor al je kosten. Dus vrijheid, maar dan wel met basisvoorwaarden om vrij te zijn. Dat is waarom ik D66 heb gekozen. Interessant. Aanstel Mariska aan hen, als Mariska zei dat hen nog in de lijst begrijpt die D66, of lijst begrijpt dat ze D66 او تكون على لائحة على ديستا وستين. فهند عم تقول انه هي طول حياتها بهولندا تقريبا صوتت لديستا وستين غالبا ممكن مرة لا او شيء ولكن هي بتعتقد انه بسبب انه هي طبعا خلقت بالعراق او عاشت بالعراق فترة والعراق كان يعني بلد ديكتاتوري طبعا بهداك الفترة فهي كان كتير بهمها الحرية وهذا الشيء ديستا وستين كتير بدافع عنه ولكن ايضا جنب الحرية كان بهمها انه يكون في قواعد شو بيقولوا لها يعني مثل أسس للحياة يعني مبادئ أسس مبدئية للحياة اللي هي مثل حقوق الحياة العامة يعني مثل مثلا الواحد يكون عنده بيت أو يكون عنده حق إنه يحط أولاده بالمكان تبع الأطفال يعني بيروحوا على الشغل الكيندر أوبفانغ فهن هلا مثلا بالبرنامج الحالي الانتخابي للدي 66 عم يحاولوا إنه أو منزلين على اللائحة what's this now all weird is gratis kinder opvang zei op de lijst ja. En we hebben op onze verkiezingsprogramma gratis kinderopvang, maar ook in plaats van toeslagen, een vergoeding dat iedereen krijgt als een basisvergoeding om de basale kosten te betalen. Ja, we hebben aan de lijst van de intikabie, op het programma van de intikabie, aan de gratis kinderopvang, die is natuurlijk een plek van de atfad, de kleine, natuurlijk, het is belast, in plaats van dat iemand moet betalen en terugbetalen en alles. والتوسلاخ اللي هي مثل هير توسلاخ أو الزرخ توسلاخ أو أي توسلاخ تانيات بيصير الواحد بيقدر ياخد شيء اسمه مثل بازس إنكوم أو اللي هو شيء مبلغ معين كل الأفراد بياخدوا هذا بدل كمان ما يصير عملية الترجيع والأخذ والخربطات والأساس أوكي؟ Ja, dat is heel goed, klinkt goed. Ja, inderdaad. Waarom hebben we dat niet al heel lang? Ja, Mark Rutte, het zou kunnen. Geen orde. Wat vind je van Sigrid Kaag? Dus jullie nieuwe lijsttrekker. Oh ja. Zij stem voor een nieuw leiderschap. Wat zou haar leiderschap zijn, denk je? Waarom is dat nieuw? Nou, ik ben fan van Sigrid Kaag. Omdat zij ook verder kijkt dan alleen maar de zaken hier in Nederland. Ze heeft ervaringen ook in het buitenland. Ze heeft een brede blik, zeg maar, wat belangrijk is in de wereld. Ik denk dat haar leiderschap meer is om meer een sociale en rechtvaardige leiderschap is. Dat iedereen mee moet kunnen komen. En zij staat echt voor waar D66 ook voor staat. En daarom geloof ik ook gewoon dat zij ook gewoon de beste is om het land te leiden. السؤال كان طبعا هو انه سألناها عن سيغريت كاغ اللي هي طبعا لايستريكر تبع D66. انه هي مثلا الشعار تبعهم هن ستيم فور نيو ليدرشيب او هو صوتوا لقياده جديده فعم نسالها لهن انه انت شو بتحبي مثلا بسيغريت كاغ او انه ليش اخترتي انه تكوني ممثله بقى انه عن طريق سيغريت كاغ هي خبرتنا انه سيغريت كثير بتهتم بالامور حتى لخارج نطاق هولندا يعني بتحاول انه تهتم بالامور مو بس الداخليه ولكن حتى بتتفرج لخارج هولندا وعندها طبعا يعني نظره اخرى على كيفية إدارة الأمور بهولندا فهي بتآمن بهاي الشيء وحابة إنه تصوت أو حابة إنه تكون معها يعني أو اختارت هذا القرار يعني بس بيش مولك تبتعلا سوري It is ook heel moeilijk om te betalen ja, nee, ik snap het ja, rechtvaardig en sociaal ik zou niet weten hoe je dat للعدالة والاجتماعية ja, zoiets ja Ja, en maar wat ik dus heel interessant vond aan jouw verhaal over de gemeenteraad, is dat je dus met voorkeurstemmen toch in de raad bent gekomen. Wat zijn voorkeurstemmen in het Arabisch? Voorkeurstemmen bij Aksariët al-Aswad. Aswad, ja. Ik denk Aksariët al-Aswad. Ja, dus je stond eigenlijk op een onverkiesbare plaats. En doordat zoveel mensen op jou gestemd hebben, ben je...
kwam je dus toch hoger op de lijst. En daardoor kwam je toch in de raad. Dus dat zou nu, want je staat nu op 28 voor de Tweede Kamer. Dus als heel veel mensen op jou gaan stemmen. En als D66 minder dan 28 zetels wint, hè, en toch heel veel mensen op jou stemmen. Want zo werkt het, hè? Met voorkeurstemmen is het zo. Je hebt een lijst en je krijgt dan zoveel stemmen en die worden verdeeld van 1 tot en met 10. Ja. Met voorkeurstemmen moet je eerst die kiesdrempel halen. Dat is al helemaal niet te vertalen, maar het is er is een drempel. Mm-hmm. En dat was in Utrecht 800 stemmen. En als je die 800 gehaald hebt, dan word je weer geteld totdat je meegeteld op de volgorde van de voorkeurstemmen. En ik had iets van 900 of zo, of 900. Ja. En in landelijk gaat het wel om, ik geloof, 20.000. Ja. En de drempel is net iets daaronder. Ja. Drempel, de kiesdrempel. هذا طبعا عم نحكي نحن عن طريقة الأصوات لأنه مع أنه أنت كانت هي موجودة على اللائحة الانتخابية ولكن كانت بمكان لا يمكن التصويت له أو منسمي نحن أم في كيس باي هيدته أم في كيس باي بلاك أوف يا هذا مكان لا يمكن أنه ممكن واحد يصوت له ولكن هو مو موجود على اللائحة إلا إذا إجا كمية أصوات معينة فهند إجاها طبعا عم تقولي في شيء اسمه كيس درمبل هذا هو طبعا إذا الواحد رشح حاله لازم أقل شيء إذا بده يفوت بهي الطريقة يصلوا عدد معين من الأصوات اللي هو مثل مثلا خلينا نقول الحد الأدنى للدخول بالانتخابات عن طريق الأكثرية بالأصوات فهي إجاها هذا الحد وكان بيوتريخت وسطيا 800 صوت يمكن يجاها أكثر بشيء معين فهيك بتشتغل الأمور عن طريق هولندا كلها طبعا هذا كان لحتى فاتت بيوتريخت هلا عن طريق هولندا بيصير الحد الأدنى طبعا للأصوات أكيد مو 800 صوت ولكن بيكون هو في سايت 20,000 Ja, zoiets. Ik denk het. Ja, takriban 20,000 zo, takriban, ja, niet heksje. Ja. Interessant. En is D66, want ik denk toch dat het thema zou moeten zijn de energietransitie. Is D66 een beetje groen? Heel groen. ja. Nee, ik denk inderdaad het thema nadat wij corona uitkomen is klimaat. Dus hoe gaan we om met onze aarde? Dat is het grootste thema. Dus met klimaat bedoel je het overgaan naar duurzame energie. Maar ook hoe ga je om met onze dieren? Dus de bio-industrie en de biodiversiteit. Dus meer groen creëren in Nederland. Meer natuurgebieden creëren in Nederland. Dat zijn een van onze belangrijkste thema's. Daarnaast natuurlijk de basiszaken zoals... die gratis kinderopvang en goed onderwijs. Het is allemaal riske aan die stoos zien, want we hebben een taxier om hem te komen bij Holland, die is achter, hij is een achter, of 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 hij is een هذا الشيء متفق عليه من كل العالم يعني بس عم تقول إنه أول ما نطلع من موضوع الكورونا هن بدهم يحاولوا يرجعوا يركزوا على موضوع البيئة وعلى موضوع إنه كيف نحن نقلب الطاقة بهولندا لطاقة مستديمة ولطاقة نظيفة ونقدر نستفاد منها يعني ونلوث طبعا البيئة أقل وطبعا بجنب هدول المواضيع لسه في عندهم مواضيع مثل الكيندر أوبفانج أو اللي هي خراتس كيندر أوبفانج سوري طبعا المدارس المجانية والباسس انكوم او اللي هو ال يعني خود اونفايس natuurlijk ook ja والتعليم طبعا يعني جوده التعليم ترتفع ja nou dan weten we een hoop over D66 ja inderdaad nog meer over D66 nou het is al algemeen bekend dat ik heel graag naar Arabisch luister goed hè want ik zit hier altijd gezellig naast Afif te luisteren hoe die tolkt. Hint, zou jij iets in het Arabisch kunnen zeggen en de mensen oproepen om te gaan stemmen? Dat is wel heel belangrijk. Je kan aarfina aan nefsek, zou ik wil Arabisch. Of khabrina min ente, hoe zul je hebben, ik wil Arabisch. Oké. Ani Hint, Abdelaziz, min Baghdad. Tasluit kulish mohim in Hollande. Dus roeh sawot, spataash tlaathe, D66. Rakhon Mania. Zo, nou, dankjewel. Dankjewel. Klinkt heel goed. Ja, nou, heel veel succes met deze
verkiezingen. En we hopen op een goede opkomst. Zeker. En ja, we denken trouwens ook echt wel dat er goede opkomst is. Omdat je ook als je 70 plus bent, mag je ook met de post stemmen. Ja. Dus er zit ook wel heel veel en drie dagen. En mensen vinden politiek ineens ook wel heel belangrijk, hè, vanwege corona. Ja. Dus ja, je ziet de veranderingen. Ook. We hebben heel veel gemerkt. In ieder geval, ik heb heel veel gemerkt de laatste jaren zelf. Ja. Nooit iets, want daar was ik niet. Ja. Maar... ja. 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 Dus mensen, ga stemmen. Ga stemmen, mensen, inderdaad. Ga stemmen. Ja. Ja. Heel belangrijk. Op sabotage te laten. Ja. Hint, dankjewel voor je tijd. Ja, we hebben veel geleerd. Ja, we hebben heel veel geleerd. En we wensen jullie ook allemaal nog een hele fijne dag. Ja. En tot de volgende les. Thank you.